zitten jullie daar gisteravond op de redactie. Neem ons eens mee naar wat er dan op dat moment door je heen gaat. Wat valt het meeste op? Het meeste viel natuurlijk op dat Knuppen stelde dat een aantal bestuurders moet vertrekken. Inclusief Gerald van der Belt, de directeur. Dat hij ook verantwoordelijk wordt gehouden voor wat er is gebeurd. En dat hij ook zou moeten vertrekken, althans niet in de functie van directeur kan aanblijven. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want hij is natuurlijk pas heel laat bij betrokken geraakt. Ja, ik vind het een persoonlijk drama voor hem. Ik heb hem persoonlijk hoog zitten, zoals ik hem heb leren kennen. Fijne man, maar Knuppen zegt van ja, hij heeft toch niet op de rem durven trappen. En hij heeft meegewerkt aan het vinden van creatieve oplossingen voor zaken die krom waren. En had hij niet mogen doen. Ja, dat is het oordeel van onderzoeken. Net in de persconferentie reactie vanuit de club. Het ging al even over die aanbevelingen en alle mensen waarvan gezegd wordt, zij moeten opstappen, die zijn of per direct opgestapt of die gaan volgende week weg. Had jij daar problemen in verwacht? Ja, ik had wel verwacht dat er zoiets uit zou rollen. Als je kijkt naar wat er allemaal is gebeurd, dan kon het bijna niet anders dan dat de consequenties aan vast zouden zitten, ook voor personen. En het feit dat ze ook zo gemakkelijk eigenlijk in het advies meegaan, verbaast je dat of had je dat wel gedacht? Nou, ik weet niet hoor of ze daar wel zo gemakkelijk in meegaan. Maar de club heeft voordien gezegd, wij volgen het advies op. Ja, dan kun je nadien denk ik niet zeggen van, nou we doen toch maar niet, want het komt me niet uit. Een ander belangrijk iets is dat de bestuursstructuur moet op de schop. Als je kijkt, nog niet zo lang geleden ging Twente ineens over naar het one-tier board. Hoe heb jij daar toen naar gekeken? Want er was best wel wat gedoe over. Sommige mensen zeiden, is dat wel zo verstandig? Ja, ik heb het altijd een rare constructie gevonden. Het was ook nieuw voor Nederland. Alleen bij Heerenveen hadden ze er ook een. Nou, dat is daar totaal mislukt. En hier zijn ze daaraan begonnen. Mijn eigen idee was altijd van dit is zo bedacht om Joop Munsterman toch een vinger in de pap te laten houden. Die zou dan commissaris worden, maar in zo'n one-tier board kun je dan toch nog met de dagelijkse gang van zaken bemoeien. Ik had altijd het idee dat het meer een constructie was om Munsterman toch vooral vinger in de pap te laten houden. Dus in die zin vind ik het niet raar dat ze nu zeggen nou terug naar de oude situatie. Nu moet Twente hard op zoek naar capabele mensen die de plekken in de Raad van Commissarissen moeten gaan opvullen. Denk je dat er veel mensen zullen staan springen om hier aan het werk te gaan? Ja, ik denk dat je het goed zegt. Ik denk nee. Ik denk dat het heel erg moeilijk zal worden om mensen te vinden, capabele mensen, die bereid zijn om hierin te stappen. Want wat haal je op de hals? Nu moet Twente op zoek naar capabele mensen om de Raad van Commissarissen op die plekken te gaan bezetten. Hoe kijk jij naar die zoektocht? Zal dat moeilijk worden? Ja, ik denk dat het heel moeilijk zal worden om capabele commissarissen te vinden. Want wie stapt hierin? Waar begin je aan? En daarom zal het moeilijk worden om juiste mensen te vinden. Wat ik wel heel goed vind, is dat er nu wordt gekeken naar verschillende expertise in het bestuur. Dus juridische kennis, voetbalkennis, financiële kennis. En dat was in deze huidige commissarissen was het misschien wel een beetje meer van hetzelfde. Even de situatie schetsend hoe die nu voor Twente is. Dit onderzoek is bekend. Er loopt nog een onderzoek wat door de club zelf is gehouden. Daarnaast komen een aantal belangrijke data aan. Wat hangt de club nu nog eigenlijk boven het hoofd? Even kort geschetst. Nou, de club kan nog zijn licentie kwijtraken. Dat zou de allerzwaarste straf zijn, maar dat is nog steeds niet van tafel. Dus in die zin is het denk ik nog steeds 5-12. Ze kunnen nog puntenaftrek krijgen. Als blijkt dat de cijfers moeten worden bijgesteld, dan komt er ook puntenaftrek. En als je de zaken financieel niet op de rit krijgt, want het is nu echt zorgelijk, staat ook in het rapport, dan is het gewoon afgelopen met FC Twente.